Actua TV blikt terug op een bewogen nieuwsjaar. 2016 was het jaar van de bloedige terreuraanslagen in Brussel en Zaventem, van de onverwachte Brexit en de verkiezing van de onvoorspelbare Amerikaanse president Donald Trump. In onze studio praten we uitgebreid met politici die de afgelopen 12 maanden zelf kleur hebben gegeven. Dit was het jaar van Christophe Calvo. Christophe Calvo, u koos net als onze redactie de aanslagen van 22 maart als het belangrijkste thema van 2016. Mm-hmm. Ja, moet daar eigenlijk nog veel uitleg bij die aanslagen? Goh, in elk geval is 2016 het jaar waarin we dat hebben meegemaakt. En ik denk dat 2017 een beetje het jaar zal worden waarin we definitief beslissen hoe gaan we daarmee om. Met die aanslagen en de koer in een veranderende wereld. En het is toch iets in elk geval dat ongelooflijk is bijgebleven. Ook de dag zelf. Waar was u eigenlijk toen u het nieuws hoorde? Eigenlijk toch niet zo heel ver van incidenten zelf. Hè. Maalbeek is eigenlijk op wandelafstand heel dicht bij het parlement. En ik was op weg van het station naar het parlement. Had eigenlijk nog een ontbijtvergadering in de buurt van Brussel Centraal toen de berichten binnenkwamen. En dus ik herinner mij de scènes aan de... dicht bij het parlement, met loeiende sirenes, legerconvooien die uitrukken. En ook een medewerkster van de CD&V-fractie die eigenlijk naar het parlement afzakte vanuit het hoofdkwartier. Dus eigenlijk heel dichtbij is geconfronteerd met de aanslagen in Maalbeek. Iemand die uiteraard aan het huilen was. Dus toch iets dat je enorm bijblijft en dat je eigenlijk natuurlijk... Niet wil en ook niet verwacht zo dichtbij. En dus dat blijft denk ik, zoals voor heel veel landgenoten, blijft dat enorm bij. Ja, maar dan moet u toch uw rol als parlementslid opnemen. Mm-hmm. En moet je dat toch proberen op welke manier eigenlijk te gaan analyseren en bekijken? Ons motto is eigenlijk vanaf dag 1 en nog altijd vandaag in de parlementaire onderzoekscommissie nationale eenheid. We moeten de krachten bundelen, we moeten samen inzetten op meer veiligheid, op meer samenhorigheid. Maar geen eenheidsdenken. Die nationale eenheid mag niet leiden tot onbeantwoorde vragen. En dat evenwicht hebben we denk ik proberen te zoeken in ons politiek werk. Waar ik ook zelf heel uitdrukkelijk de premier heb gefeliciteerd met zijn toon na de aanslag. Ik denk dat Charles Michel er veel beter dan iemand als François Hollande in geslaagd is om na 22 maart de juiste woorden te vinden. Geen oorlogstaal, geen oorlogsretoriek. Maar we toch ook wel de vragen die we hebben eigenlijk tot de dag van vandaag wel hebben gesteld. En waar we op een bepaald moment, en dat is eigenlijk iets te snel gebeurd, denk ik. Ik denk dat het maar een paar dagen heeft geduurd, de sereniteit. Ik herinner me het heel vervelende incident aan de beurs. Neonazis aan de beurs die daar een stuk de rust hebben verstoord, waar dan een hele polemiek rond is ontstaan, Bart de Wever, Ivan Majeur. En dat betreur ik toch wel. En dan een hele hectische politieke zomer, met heel veel ideetjes, heel veel polarisatie, burkini-verbod, beperking van de vrije meningsuiting. En dan zou je democratie ook geen dienst bewijzen door daarover te zwijgen. Maar het is een evenwicht dat je elke dag moet zoeken tussen mee deel zijn van de oplossing en tegelijkertijd ook daar waar dingen moeten aangeklaagd worden, dat ook absoluut te doen. Ja, er is wel een onderzoekscommissie in de Kamer naar de aanslagen. Mm-hmm. Maar de mensen kunnen die onderzoekscommissies niet meer op één hand tellen. Er zijn er toch wel zeer veel nu. Er zijn er een aantal, maar ik denk ook terecht. Ik denk dat uiteraard 22 maart een belangrijke politiek onderzoek vraagt om een aantal zaken te onderzoeken en uit te spitten, maar zeker ook om te werken aan oplossingen. Mm-hmm. Hoe kunnen diensten beter samenwerken? Hoe kunnen we de bestaande middelen beter inzetten? Welke diensten op het terrein hebben soms nood aan meer middelen in een context die nu helemaal veranderd is, hè, waar dat je een vijand hebt die de Islamitische staat heet, die je moet bestrijden, die je moet op terrein ook qua veiligheid, maar ook qua preventie echt wel moet tackelen.
Dus dat ziet zeker. Dat heel gek geweest, moesten we daar geen onderzoekscommissie hebben rond gehad. En dan idem rond Gazagate, waar het toch vooral in 2017 zal gebeuren. Ja, een dergelijke verstrengeling van politiek, justitie verdient een parlementair onderzoek. Dus ik denk dat het ook een goede zaak is dat in tijden waar mensen een stukje twijfelen aan politiek, het parlement denk ik een zeer actieve rol speelt en terecht. Wij worden daarvoor betaald en in elk geval met onze fractie proberen we dat op een ernstige manier te doen. Door natuurlijk niet alleen aan te klagen, maar onze controlefunctie moeten we wel naar behoren invullen. Christophe Calvo, de Brexit, als u had moeten hokken vooraf, had u gehokt op blijven of niet blijven? Goh, heel moeilijk, denk ik, toen om te voorspellen. Ik kan het niet helemaal een verrassing noemen. Hè. De Britten hebben al heel lang een complexe relatie met Europa. Ja. En daar komt nog bij, natuurlijk op dit moment het Europese project, mensen niet weten te overtuigen. En dat Europa al veel te lang een project is van louter markt en munt. Ja. En veel te weinig van mens en milieu. En dat mensen dan daaraan beginnen twijfelen, ja, dat kan je eigenlijk alleen maar begrijpen. En dat men op dat moment ja, een stuk uit boosheid wellicht zwicht voor de slogans van ja, de Brexiteers. Ik begrijp dat ergens wel, ik word daar niet vrolijk van. Maar ik heb me wel gestoord aan een beetje hoe snel men in Brussel en in Straatsburg overgaan is tot de orde van de dag. Bijna zeggend dat de Britten zich nu eenmaal vergist hebben, dat daar andere redenen hebben gespeeld en dat de kiezer een beetje dom is. Hè. Dat is een boodschap die je toch af en toe hoort echoen in de analyses van traditionele partijen, terwijl ja, de Brexit moet een wake-up call zijn voor het Europese project en moet echt wel plaatsen echt voor het vraagstuk ook in 2017, hoe kunnen we met dat Europese project weer harten en hoofden veroveren? En hoe kunnen we ervoor zorgen dat Europa ook een stuk een project wordt van zekerheid, van perspectief? En dat is op dit moment met zij die nu de lakens uittelen in Europa, is dat niet meteen binnen handbereik. En dat bezorgt mij wel. Want heel veel dingen waar we vandaag mee worstelen, klimaatopwarming, vluchtelingen, maar ook het sociaal-economische, ja, daar zal je meer samenwerking voor nodig hebben. En als daar geen draagvlak voor is in de samenleving, wordt dat natuurlijk heel moeilijk. Ja, een draagvlak. Het is toch opmerkelijk hoe die Europese politici elke confrontatie met een kiespubliek vermijden. Hè? Want ja. Er is eigenlijk bijna geen democratische legitimiteit aan dat gebeuren. Dus een deel van de oplossing voor het Europese project is zeker een verregaande democratisering. Ik ben persoonlijk voorstander van een Europese kiesring, van het rechtstreeks verkiezen van de Europese president, van meer Europees geïntegreerde partijen. Van een Europa dat veel sterker gebaseerd is op samenwerking tussen commissie en parlement. En waar je een gezond evenwicht hebt tussen wetgevende en uitvoerende macht, maar veel minder het verhaal van de lidstaten dat toch heel vaak voor blokkeringen zorgt. Dus een democratische vorming is zeker een deel van de oplossing, maar we zijn daar absoluut nog niet. Hè. En iemand dat daar toch een beetje een. Ja, in Vlaanderen vind ik daar een beetje de veruitwendiging van is, van die Europese arrogantie. Iemand als Karel de Gucht, die trouwens ook na de verkiezingen in de Verenigde Staten in de studio's echt bijna letterlijk zegt dat de kiezer dom is. Hè. En je hoeft de kiezer niet altijd gelijk te geven. Je hoeft niet te zeggen, ik ben het eens met alle standpunten die worden gearticuleerd. Absoluut niet. De opdracht van politici is ook een stuk leiding te geven, een stuk perspectief te geven, maar... Ja, de arrogantie waarmee iemand als de Gucht over de kiezers in Groot-Brittannië en de kiezers in Amerika spreekt, is een deel van het probleem. Dat die man niet begrijpt dat als hij nog wordt doorbetaald door Europa, tegelijkertijd aan de slag is voor allerlei bedrijven, dat dat kiezers vervreemdt, zowel van de politiek als van het Europese project. Ja, die man maakt eigenlijk permanent campagne voor populisten en nationalisten op die manier. Ja. Alleen beseft hij het niet. Als je ziet hoe dat draagvlak aan het krimpen is, aan het wegsmelten is, kan je ook de vraag stellen hoe lang dat die euro overeind kan blijven, hè, binnen heel dat systeem.
Ja. Ik hoop in elk geval dat Europa snel een nieuwe adem vindt. En dat zal werken zijn op vele fronten. Een stuk democratische vernieuwing, wat ik daarnet heb proberen uit te leggen. Ik denk in elk geval ook veel actiever aan de slag met het culturele onbehagen in de samenleving. De begrijpelijke gevoelens van angst, die niet beantwoorden met nog meer angst, maar daar wel mee aan de slag gaan. Dat betekent een Europese politiek op vlak van migratie, op vlak van vluchtelingen, waar we ons deel van de verantwoordelijkheid opnemen, maar tegelijkertijd ook echt inzetten op een samenleving waar een aantal zaken echt wel bijna worden genoemd, waar we inzetten op een stuk verbondenheid. En ten derde, een operatie zekerheid, rechtvaardigheid, waar de verliezers van de globalisering veel meer een stem moeten krijgen in het politieke debat. En waar we zorgen dat de mensen op het einde van de maand hun facturen kunnen betalen. En doen we dat niet, ja, dan is het wachten op de volgende overwinning van een Europese Trump. En hopelijk zal 2017 niet het jaar worden van Wilders en Le Pen, maar laat ons eerlijk zijn, de kans is wel reëel. En ergens moet je dat ook begrijpen waarom dat zo is. Mm-hmm. En moet je heel kritisch zijn over de beweegredenen en de situatie waar we in zitten, maar dat proberen wel om te keren met een progressief verhaal, met een positief verhaal van mensen die dichter bij elkaar gaan staan in plaats van mensen tegen elkaar op te zetten. Mm-hmm. Okay. Christophe Calvo, je had het over ongenoegen en angst in de samenleving. President-elect Donald Trump, heeft hij daar dan het best op ingespeeld? Goh, ik denk dat er over Trump heel veel valt te zeggen. Hè. Daar moet je bijna een hele week jaaroverzicht over organiseren om dat helemaal uit te putten. Maar toch niet vergeten dat de overwinning van Trump toch in grote mate ook de nederlaag is van Hillary Clinton. En dat is echt mijn overtuiging in de Verenigde Staten, maar ook hier bij ons. De traditionele middenpartijen, de klassieke oldschool politiek zal het populisme en het nationalisme niet stoppen. Ook in Nederland zal het antwoord op Wilders niet komen van de Partij van de Arbeid, van het CDA of van de VVD. Maar stel je bijvoorbeeld vast dat daar op dit moment eigenlijk de tegenspeler van Wilders, mijn Nederlandse collega Jesse Klaver, is. In Oostenrijk, wie heeft er FP kunnen afstoppen, is Alexander Van der Bellen, een groene politicus met een heel breed profiel, met een verhaal van hoop. En Clinton was gewoon een heel slechte cast. Is ook zo fake als het maar kan zijn. Zelfs haar nederlaag speech, daar geloofde je gewoon geen seconde iets van. Hè. Dus laat ons dat toch niet vergeten. Want het is echt mijn overtuiging dat als je een sterk verhaal vertelt, op een geloofwaardige manier, dan had Trump niet hoeven te winnen. En in elk geval is het wel zo dat natuurlijk de context in de Verenigde Staten een heel vruchtbare context was voor een figuur als Trump. Met bijvoorbeeld ook een gigantische kloof die maar toeneemt tussen arm en rijk. En als je dat niet tackelt, ja, dan ben je een vogel voor de kat, denk ik, in zo'n verkiezingen. Iemand zei hier van populisme is eigenlijk niets meer, maar ook niets minder dan de hiaten invullen die andere politici laten liggen. Ja, maar ik denk dat je een boek dat ik eigenlijk iedereen kan aanraden in de eindejaarsperiode om te lezen, is Wat een theater van Stefan Rummes, die voor mij een heel accurate, heel scherpe, heel onderbouwde analyse heeft gemaakt van het populisme hier bij ons en elders. En ik denk dat het belangrijk is om daar genuanceerd naar te kijken en ook zorgvuldig om te springen met het etiket populisme. Hè. Er is populisme als politieke stijl, dat hoeft geen probleem te zijn. En dat ook een democratie snakt naar scherpe debatten, dingen bij naam te noemen. Maar er is ook een populisme als ideologie en Trump is zo iemand. Hè. Trump is iemand die een stuk zegt van ja, wij het volk op een heel homogene manier dat invullen en daarmee ook mensen uitsluit, Mexicanen, migranten, ook allerlei lelijke dingen heeft gezegd over vrouwen. En dat populisme, waar het echt een ideologie wordt, is wel heel gevaarlijk. Dat ga je niet uitroeien door te zeggen dat de kiezers zich vergissen. Dat ga je alleen maar uitroeien, alleen maar aanpakken
door een verhaal te schrijven dat een echt antwoord is op de bekommernissen van die kiezer. Het is mijn fundamentele overtuiging dat niet elke kiezer van Trump vindt dat er een muur moet gebouwd worden. Niet elke kiezer van Trump is een racist, maar veel mensen voelen zich vandaag, en ik begrijp dat ook, in de steek gelaten door die traditionele middenpartijen, die veel te slordig omspringt met een aantal bekommernissen van gewone mensen. Ik heb het wel een paar keer horen zeggen, we moeten een nieuw verhaal schrijven. Mm-hmm. Maar als ik naar de linkerzijde kijk, dan hoor ik eigenlijk veel meer, wij strijden voor het behoud van dit en voor het behoud van. Het behoud van is eigenlijk een conservatief verhaal, er is geen nieuw verhaal. Ja, maar mijn GroenLinks-collega's zijn er recent ook heel duidelijk over geweest en ik sluit me daar eigenlijk graag bij aan. Ik ben het niet eens met de analyse die snel wordt gemaakt van het probleem is de linkerzijde. Hè. Wat je wel vaststelt is dat de sociaaldemocratie overal in Europa heel vaak in de lappenmand ligt. Hè. En heel vaak niet goed weet hoe men met nieuwe uitdagingen, klimaatsverandering, migratie moet omspringen. Dus ik denk echt dat er een verhaal te schrijven is. Ik heb naar Oostenrijk verwezen, ik heb naar Nederland verwezen. Ik denk dat wij met Groen, we hebben nog veel stappen te zetten. We hebben nog lang geen 20%, maar ik denk dat we wel stappen aan het zetten zijn om een stuk een positief alternatief te zijn voor nationalisten en populisten. En het is ook wel nodig, omdat je vaststelt dat... We hebben natuurlijk een geschiedenis in Vlaanderen met het Vlaams Belang. Maar je stelt toch wel vast dat ideeëngoed zich verspreidt en dat een partij als de N-VA, die in 2009 nog heel overtuigd en inclusief nationalisme uitdroeg, vandaag in heel fundamentele debatten opschuift richting het Vlaams Belang. Voorstel zoals het inperken van de vrije meningsuiting, zoals het burkini-verbod, hoe iemand als Theo Franken en Bart De Wever spreekt over vluchtelingen. Ik ben daar wel bezorgd over en ik kan hen beloven dat ook in 2017 in het Vlaamse politieke debat zij Groen zullen vinden als een heel assertieve speler die een heel ander geluid laat horen. Daar mag men redelijk zeker van zijn. Ja. Christophe Calvo, het vluchtelingenprobleem polariseert de mensen toch voor een stuk. Sommigen verwijzen naar twee generaties terug, toen de Belgen moesten vluchten en gastvrij werden ontvangen in Nederland en in andere landen. Ja. Andere mensen verwijzen naar strijders van IS die overdoken meekomen met die vluchtelingenstromen en bedreigingen vormen. Mm-hmm. Kunnen wij, of kan u als politicus de mensen daarin raad geven of advies geven? Och, ik denk dat in elk geval politici moeten beginnen bij zichzelf. Hè. En dus de... Op dat vlak vind ik dat toch heel wat collega's niet alleen de moed en tekortschoten qua moed en leiderschap in dat debat, maar ook een stuk qua nuance en eerlijkheid. Hè. Men stelt het voor alsof wij vandaag in ongeziene getalen overspoeld worden door Syrische vluchtelingen, wat niet zo is. Mm-hmm. Hè. Dus, als natuurlijk politici met dat beeld rondlopen en daar voortdurend in die termen over praten, is het natuurlijk heel normaal dat de angst in de samenleving opborrelt. En ik begrijp ook dat een kwestie is die niet evident is. En dus we moeten daar op een heel menselijke en rustige manier mee omspringen. En ik vind wel dat... Dat debat eigenlijk de afgelopen maanden, ik heb mij daar zeker de laatste weken in discussie rond het visum voor het Syrisch gezin behoorlijk boos in gemaakt, dat op die manier toch een stukje samenleving wordt vergiftigd en een draagvlak dat er volgens mij is, hoe fragiel ook, om politieke vluchtelingen op te vangen in dit land, dat draagvlak eigenlijk wordt onderuit gehaald door politici zelf. Hè. En... ik hoop op dat vlak dat we in 2017 dat er iets verandert. En dat betekent niet dat we alles en iedereen hier kunnen opvangen, maar dat betekent wel dat we op een andere manier naar die kwestie gaan kijken. En toch niet langer een asiel- en migratiebeleid alleen maar afrekenen aan het aantal mensen dat worden teruggestuurd en het aantal lege bedden. Maar is dat niet een beetje naïef? Want je ziet toch al partijen die zich nu al profileren en die zeggen van ja, een strenger asielbeleid, een strengere houding zal electoraal lovend zijn. Ja, maar ik geloof toch dat een kwestie is waar dat je moet kiezen aan welke kant van de geschiedenis dat je gaat staan.
En ik denk ook dat, ik hoop dat op dat vlak de kerstperiode misschien goed is voor iemand als Bart De Wever en Theo Franken om eens goed na te denken van hoe wil men de geschiedenisboeken halen. De Wever was eigenlijk op weg om de man te zijn die het Vlaams nationalisme voor de eeuwigheid of voor lange tijd een democratisch gezicht kon geven en had gegeven. Mm-hmm. Maar vandaag voert hij denk ik mee campagne voor het Vlaams Belang en draagt hij daar ook een heel grote verantwoordelijkheid in. En dan vind ik echt in de vluchtelingenkwestie, dat ik dan, en dat is een verantwoordelijkheid denk ik van elke democraat, dat we zeggen van kijk, het is niet evident, het lukt niet om alle miserie van de wereld op te lossen, maar wij gaan een deel van de oplossing zijn. Wij gaan meer doen dan we vandaag doen. Allee, als onze premier zegt van dat Syrisch gezin moet opgevangen worden in Libanon, dan, ja, dan vind ik dat, ik vind dat grof, ik vind dat stuitend. Libanon is een land van 4,5 miljoen inwoners, daar worden op dit moment 1,5 miljoen vluchtelingen opgevangen. Dat wil zeggen dat je eigenlijk de bevolking van 1,5 keer Brussel bijduwt bij een bevolking van Wallonië. Dat is fenomenaal. Die opvang is in verschrikkelijke omstandigheden, in mensenwaardige omstandigheden. Ja, ik verwacht van een premier dat hij op dat moment ook zegt aan alles en iedereen in dit land, wij gaan een deel zijn van de oplossing. Dat we blijven praten over vluchtelingen in termen van mensen, in plaats van alleen in termen van statistieken of in termen van mensen die zo snel mogelijk moeten teruggestuurd worden. En dus de kwestie van welke woorden gebruiken we als politici en welke retoriek leeft er of domineert er in die samenlevingsdebatten is denk ik super, super belangrijk. En dat is geen pleidooi voor open grenzen of voor een naïef cosmopolitisme, absoluut niet. Als progressief politicus vind ik het heel belangrijk om daar heel zorgvuldig mee om te springen. Om heel veel aandacht te hebben voor begrijpelijke gevoelens van angst en onbehagen. Vind ik het ook belangrijk om een aantal culturele kwesties echt met assertiviteit aan te gaan. Maar dat betekent niet dat je alles en iedereen die op de vlucht is eigenlijk als een nummer moet beschouwen. Dat blijven wel mensen. Zij doen wat elke mens uiteindelijk nastreeft, namelijk een veilige plek zoeken op aarde. En ik hoop dat, zeker in een kerstperiode, dat dat toch dingen zijn die ook nog altijd een plek krijgen in het politieke debat. En dan ben ik ervan overtuigd dat, ik ben er echt van overtuigd dat er in Vlaanderen een relatief groot draagvlak is om een deel te zijn van de oplossing. Ik heb ook gemerkt in mijn eigen stad, we hebben tijdelijk een vrij grote opvang gehad van, in samenwerking met het Rode Kruis in Mechelen. Heel vlot verlopen, heel veel Mechelaars die zich hebben ingezet om gids te zijn in de stad, om taal te leren, om kinderen een stuk toe te leiden naar de jeugdbeweging. En dat is ook Vlaanderen. Vlaanderen is geen rechts- en conservatief bastion. Vlaanderen kan niet alle miserie van de wereld oplossen. Maar ik denk met wat goede wil en met een open houding, denk ik dat we toch aansluiting kunnen vinden bij onze waarden, bij onze tradities, zoals die van het kerstverhaal. Ja. Ik citeer Johan van Overtveld, collega's, in 2012, toen nog als hoofdredacteur van Trent. Mensen die begrotingsgewijs alles doorschuiven naar morgen, horen thuis in de gevangenis en niet in de witstraat. Christophe Calvo, onze redactie, heeft zelf gekozen als uw thema van het jaar, uw werkende kamer en uw toch soms harde oppositietaal. Zeker als het over de begroting gaat, waar u eigenlijk een beetje de vroegere N-VA-strategie hanteert. Hè. En waar de N-VA vroeger zei van show me the money, zegt u nu ook van breng toch eens de cijfers naar voren. Ja. Ik denk dat wij inderdaad een harde, zeer waakzame oppositie voeren. Hè. Met onze fractie. Maar ik denk dat toch een andere oppositie is dan die van de N-VA de vorige legislatuur. Hè. Ik herinner me dat mijn N-VA-collega's zelfs weigerden om de eerste minister aan te spreken als premier. Hè. Iedereen is ondertussen vergeten, maar dat was vaak ook een heel persoonlijke manier om oppositie te voeren. Ik denk dat wij dat op een andere manier aanpakken. Dat wij soms genadeloos zijn op vlak van de inhoud. Maar ook logisch. Hè. Als je ziet met welke assertiviteit deze regering dingen afbreekt, factuur legt bij gewone mensen, een aantal belangrijke hervormingen voor zich uitschuift, dan spelen wij onze rol. Daar worden wij voor betaald. En het is toch wel heel wrang na al die inspanningen om vast te stellen dat we nog altijd met een gigantisch begrotingstekort zitten. Dat we met een minister van Financiën zitten die toch wel echt met een probleem zit. Die alles wat ruikt naar fiscale rechtvaardigheid voor zich uitschuift of saboteert.
En ja, dan vind ik het logisch dat we dat aankaarten. En niet om alleen maar af te breken, maar vooral om dingen op te bouwen en om bijvoorbeeld een belangrijke hervorming zoals die van onze belastingen, om die op de agenda te krijgen en te houden. Ik vind het bijvoorbeeld heel jammer dat we nog geen hervorming van de vennootschapsbelasting hebben beslist. Dat zouden we echt moeten doen. Een lager nominaal tarief, meer op maat van KMO's, veel eenvoudiger dan de koterij vandaag. Maken dat multinationals een steentje bijdragen. Ja, dat hadden we moeten doen dit jaar. Dat moeten we zeker in 2017 doen. Een verschuiving verder van de lasten, minder op arbeid, richting milieuvervuiling, richting de grootste vermogens. Dat moeten we absoluut doen in dit land. Ja, daar moedigen wij, heel assertief, uiteraard, deze regering in aan. En dat stoort soms collega's van de meerderheid, maar dat beschouw ik eigenlijk eerder als een compliment. En zij moeten dat vooral beschouwen als een aanmoediging om beter te doen. Ja, maar soms wordt de bal ook wel persoonlijk gespeeld op minister Van Overtveld, die dan onkunde wordt verweten, die zijn cijfers niet zou beheersen en die te laat komt met zijn data. Allemaal feiten, hè? Helaas. Hè? Een begroting is nog nooit zo laat ingediend als dit jaar. Heel wat inkomsten worden niet op een goede manier geïnd. Een aantal maatregelen, zoals de Cayman-tax, lossen de verwachtingen niet in. Van Overtveld is een minister die amper 50 miljoen euro extra doet dit jaar op vlak van fiscale fraude in een wereld post Panama Papers. Van Overtveld is iemand die een brede roep om rechtvaardigheid, fiscale rechtvaardigheid, negeert. Dus ja, wij hebben scherpe debatten met Johan van Overtveld. Maar dat gaat niet over zijn persoon. Ik vind dat eigenlijk best een charmante man die ook heel vaak correct is in het debat. Maar ik verschil over een aantal dingen wel fundamenteel met hem van mening. Hè. En ik denk soms van, moest Van Overtveld een PS-minister zijn en N-VA zat nog in de oppositie, ze zouden veel feller en veel persoonlijker zijn dan dat beide dat op dit moment zijn. Hè. Ja. Maar om ook een lichtpunt te noemen, dus het is niet allemaal kommer en kwel bij Johan van Overtveld. Ik begrijp dat hij wellicht naar Mechelen zou verhuizen. Dus dat getuigt in elk geval van een goede smaak. Goed, ik wou net afsluiten met een positief punt. Ja. Het zijn tijden van goede voornemens. Als u één goede wens mag geven aan uw collega's uit de wedstrijd, wat zou het zijn? Goh, ik zou de premier willen uitnodigen om zijn standvastige toon, zijn verbindende toon, die hij duidelijk gevonden heeft de eerste dagen na 22 maart, om die meer te tonen. En om in heel verwarrende tijden toch wat minder ruimte geven aan zij die in zijn meerderheid heel vaak mensen tegen elkaar opzetten. Mensen, N-VA, voor wie de grondwet steeds meer een voetje papier is. Mijn oproep aan de premier is, ik denk dat hij meer leiderschap in zich heeft. En als hij dat doet, dan zal ik heel vaak, met veel plezier trouwens, voor hem applaudisseren. Want België verdient sterke leiders. België verdient politici die mensen bij elkaar brengen. En als we dat doen, dan denk ik dat we ook met de redenen tot optimisme en hoop die er zijn in de samenleving, dat we daar iets meer mee gaan doen als politici. En dat is eigenlijk mijn vurige wens voor 2017. Oké. Bedankt, Christophe Calvo. Dank je wel.